Breda Nu. Je weet het meteen. Wat ben jij aan het lezen? Nou, ik heb hem nog niet gelezen. Ik heb hem net gepakt. Minipubers. Dat gaat over kinderen tussen 6 en 12. Eigenlijk een onderwerp waar ik zelf niet zo heel veel over weet nog. Maar voor een project voor school. Om te kijken hoe we kinderen kritisch ontwerpers kunnen maken. Ik heb dit boek gelezen. Dat is The Children Act van Ian McEwan. Ik heb hem in het Engels gelezen omdat hij zo populair is dat hij in het Nederlands niet meer in de bibliotheek was. Ik heb ook de film gezien en het is een heel erg drama. Wat erop neerkomt van moet je beslissen over wat iemand gelooft. Ook al is dat slecht voor zijn gezondheid. Waarom dit onderwerp? We zijn heel erg bezig met ontwerpen, met de technologie. Van wat is in de toekomst mogelijk om te kunnen maken? Hoe kan technologie problemen oplossen? En je ziet steeds meer kinderen, zagen wij, die steeds meer techniek onder de knie krijgen. Dus die best wel snel zijn met programmeren en 3D-printen en alles. Maar we zijn zelf met een verdieping bezig over kritische ontwerpen. Om te kijken van, zijn wel ethische grenzen aan bepaalde ontwerpen? Hoe ver gaan we hierin? En nu gaan we de vertaalslag maken. Hoe kunnen we kinderen al prikkelen om erover na te denken? Van zijn elektrische auto's wel veilig? Wat kunnen we met technologie? Je kunt heel veel goede dingen maken, maar je kan ook heel veel slechte dingen maken. Het gaat dus over dilemma's. Ja. In het Nederlands heet die gewoon de kinderwet. Ja, precies. Wat trok je aan in dit boek, die dilemma's? Omdat soms weet je niet wat goed is en wat fout is. Deze rechter die denkt dat ze goed beslist door hem tegen zijn wil in een bloedtransfusie te geven. Daardoor ziet hij dat zijn ouders ook heel erg blij zijn. En die denken van, oh gelukkig, er is voor ons beslist. We hoeven niet zelf te beslissen. Maar daardoor komt de jongen heel erg in gewetensnood. Dan denkt hij, is alles wat ik tot nu toe heb geloofd dan een sprookje? En wat kan ik dan nog geloven? En hij gaat zich heel erg hechten aan de rechter, aan de kinderrechter. Dus jouw taak is om hier een soort van, je opdracht, jouw project, om een soort lesprogramma te maken voor kinderen. Om zeg maar duidelijk te maken wat wel en niet veilig is. Of wat. Ja, nou, wat er wel en niet kan. We willen nog geen willen bij de kinderen natuurlijk niet opleggen, want ze hebben wel een bepaalde fantasie die heel interessant is. Dus we niet gaan opleggen van moet dit of moet dat. Ja. Maar denk erover na wat er allemaal kan met technologie. Ja. De eerste leestip hebben we Max Havelaar of de koffieveilingen der Nederlandse handelsmaatschappij door Multatuli. In 1860 verscheen een boek van een tot dan toe onbekende schrijver die zich Multatuli noemde. De roman ageerde on-Hollands fel tegen het corrupte systeem in Nederland-Indië dat de lokale elite gewoon zijn gang liet gaan en het volk liet uitbuiten. De Max Havelaar is een complexe roman met verschillende vertelperspectieven en verhaallijnen. Het boek begint met het verhaal van Droogstoppel, het prototype Calvinistische handelaar in koffie. Geen fantasie, gierig, zonder mededogen, godsvruchtig en zelfingenomen. Hij krijgt van zijn oude schoolmakker Sjaalman een manuscript met de vraag om dit uit te geven. Droogstoppel geeft de papieren door aan Sterren, zijn Duitse stagiaire. Deze Sterren schrijft het belangrijkste verhaal, het verhaal van Max Havelaar, zoals Douwes Dekkers zichzelf noemt in dit boek, en de misstanden in Nederlands-Indië. Met diverse parabels en verhalen schetst hij een somber beeld van het leven van de Javanen. En tot slot richt Multatuli zich direct tot koning Willem III. De schrijver proclameert dat zijn boek gelezen gaat worden en zal toenemen in kracht en scherpte, maar hoopt tevens dat dit niet nodig gaat zijn. De amandelboom. Ja, heel mooi boek. Het is een mooi boek, zeg je. Heel mooi boek. Het gaat over een jongen die opgroeit in de Palestijnse bezette gebieden. En het heeft mijn blik veranderd over hoe wij kijken naar de hele Israël- en Palestina-zaak. Ik snap nu beter dat dat wij een hele Israëlische blik zeg maar, hebben daarover. En dat ook een hele groep mensen daar gewoon opgroeit en eigenlijk in een heleboel ellende leeft. En toch uiteindelijk in dit boek iets heel moois met je leven kan maken, maar dat wel heel veel moeite kost. We gaan een profielwerkstuk houden over TBS. Mm-hmm. Ja.
En naar aanleiding waarvan? De zaak van Michael P. Dat is de moordzaak op Anne Faber. Precies. En Michael P. was die ontsnapt? Hoe was dat ook alweer? Hij was op verlof. En toen gewoon verlof van de rechter gekregen. Het is dus nu eventjes vanuit de Palestijnse blik. Ja, en dan vanuit een kind dat daar moet opgroeien en daar gewoon van alles meemaakt. En heel slim is en achteraf heel wiskundig slim blijkt te zijn. En daardoor een ontsnappingspoging krijgt uit dat gebied. Maar daar wel heel veel moeite voor moet doen om daar te komen. Hoe pakken jullie het aan? Gaan jullie die alle drie gezamenlijk lezen of om en om? We verspreiden het wel een beetje. We gaan ze niet helemaal lezen, maar gewoon kunnen er wel dingen uithalen. Want we moeten ook literaire werken in ons werkstuk verwerken. Dus. Wat is de grote eye-opener? Wat is voor jou geweest dat je een andere blik krijgt? Zeg maar? Dat je zegt, ik ben anders gaan denken daarover, maar wat raakt je dan vooral? Hoeveel ellende ze eigenlijk hebben daar, wat je niet ziet, omdat het door Israël heel erg wordt afgeschermd. Mm-hmm. En dit is het inkijkje in de andere kant. In feite is er zo'n zaak altijd alleen maar verliezers, hè? Er zijn geen winnaars. Dat is ook zo, dat is ook zo. Nou, we willen eigenlijk onderzoeken of er nog een alternatief is voor TBS. Okay. Wat kun jij even beschrijven wat met name de kritiek is op de ter beschikkingstelling van de regering, de TBS? Nou, na aanleiding van de zaak van Michael P. had hij dus heel veel verschillende vrijheden gekregen, waardoor hij dus onbegeleid gewoon de samenleving terug in mocht. En daardoor heeft hij dus Anne Faber vermoord. En heel veel kritiek is bijvoorbeeld dat had dit kunnen worden voorkomen en hoe had dit kunnen gebeuren. Want waarom heeft hij die vrijheden gekregen als hij dus gewoon nog steeds eigenlijk zo gek is in zijn hoofd dat hij haar wil vermoorden. Dit keer staat de thematafel in het teken van de Indische Winter. En de Indische Winter is een project dat zal lopen van 1 december 2018 tot 13 januari 2019. En het staat in het teken van de jaren 60. Maar niet zomaar de jaren 60, maar de jaren 60 waarin de Indische popmuzikanten hun plekje hebben veroverd in de Nederlandse popgeschiedenis. Wellicht ken je wel de Blue Diamonds met hun hit Ramona. Naast dat u een tentoonstelling kunt bewonderen in het Stedelijk Museum, kunt u in Nieuw-Veste natuurlijk terecht voor uw gebruikelijke leesvoer in het thema Indische Winter. Zo hebben wij het nieuwste boek van Reggie Bai, Het kind met de Japanse ogen. Maar wellicht kent u hem ook al van het boek De Ogen van Solo. In dit boek vertelt de ik-persoon heel warm over zijn vader, die als knilde militair het Nederlands-Indië moest verlaten voor het koude Holland. In het nieuwste boek van Reggie Bai vertelt hij wederom over zijn familiegeschiedenis, maar dit keer tegen de achtergrond van de vrijheidsstrijd. Bij Nieuw-Veste hebben we meer boeken die zich afspelen in Nederlands-Indië. Zo hebben we het boek Oeroeg van Hella Haas en zij staat bekend om haar boeken die zich afspelen in haar geboorteland. Oeroeg werd in 1948 al uitgebracht en was ooit een boekenweekgeschenk. Het schetst het beeld van de gecompliceerde verhouding tussen Nederland en Nederlands-Indië. Het verhaal gaat over een Europese en Indische jongen die een vriendschap sluiten, maar later, als ze volwassen zijn, recht tegenover elkaar komen te staan. De een als koloniale overheerser en de ander als vrijheidsstrijder. In 1992 kwam dit boek van Hella Haas uit, Heren van de Thee. Dit speelt zich ook af in Nederlands-Indië. Het gaat over een Nederlandse man die isoleert op zijn theeplantage op Java. En wat Hella Haas hierin prachtig doet, is het eiland mooi weergeven. Ze schetst echt een heel mooi beeld van Java. Marion Bloem wordt sinds haar boek Geen gewoon Indisch meisje gezien als het boegbeeld voor de tweede generatie Indische Nederlanders. In haar boek vertelt ze dan ook het verhaal van een meisje dat worstelt met het feit dat zij haar verleden en daarmee ook haar culturele afkomst verloochent. En wat Marion Bloem zo goed maakt is dat zij een grote kennis heeft van de Indische gemeenschap en zij onderscheidt zich van andere auteurs die hun boeken af laten spelen in Nederlands-Indië doordat zij een
een nuchtere kijk heeft op het koloniale verleden. Jeroen Thijssen schrijft in zijn boek Solitude ook over Nederlands-Indië. Dit is wederom een familiegeschiedenis, maar deze keer van 4 generaties Nederlanders die in Nederlands-Indië hebben gewoond. Het begint eigenlijk met 2 jongens die de zolder van hun opa gaan opruimen en daar komen ze achter hun gruwelijke familiegeschiedenis. Ze ontdekken dat hun voorvaderen onder andere gevochten hebben op Lombok in 1896 en dat ze als echte koloniale overheersers zijn gesetteld in Nederlands-Indië. Dus zoals u ziet, ook hier bij Nieuwe Vesten voor het thema Indische Winter meer dan voldoende materiaal. Dus kom vooral een kijkje nemen in de bibliotheek. Als tweede titel wil ik De Dubieuze van Alfred Burney bespreken. Door hun dubbele achtergrond hebben Indische schrijvers als Alfred Burney en Marion Bloom vaak een complexe relatie met de thematiek. Daarnaast wordt in vele romans over Nederlands-Indië vaak over de kolonisatie verteld vanuit een blank perspectief. De laatste jaren komt er echter meer waardering voor de literaire stem van de Indo. Vorig jaar won De Tolk van Java van Alfred Burney de Libris Literatuurprijs, maar vandaag wil ik een ander boek van hem bespreken, De Dubieuze. Nadat Burney in 1998 zijn veelbesproken bloemlezing Oost-Indische Inkt, 400 jaar Indië in de Nederlandse letter, had gepubliceerd, dook de schrijver nog dieper in de boeken. Dat resulteerde in 2001 in Journal van Sir Burney, waarin hij onder meer de maakbaarheid van de literaire kanon onder de loep neemt. En in 2012 leidde het tot De Dubieuze. In dit laatste essay spreekt hij zijn verbazing en ergernis uit over de eurocentrisch georiënteerde literaire kanon daar waar het de Indische literatuur betreft. Het is een must-read voor iedereen die zijn kennis over de vaderlandse koloniale verleden wil verbreden. Ik ben bezig met taalbeleid op school. Ja. En dus ook met begrijpend lezen. Ik ben ook docent Nederlands. Dus daar gaan mijn interesse vooral naartoe. Dus ik kom hier vooral in de bibliotheek om echt boeken over het lesgeven, de didactiek, de leesdidactiek. Vakgerichte literatuur. Ja. Ja, ik ben aan het lezen over boeken over voedingsleer. Vooral omdat ik het erg interessant vind, voeding. Het speelt een hele grote rol in je leven. En de Chinese voedingsleer. Dat vind ik ook erg interessant. Taalgerichte didactiek, wat zijn de problemen dan daarin? Waarom lees jij dit? Wat zijn de ontwikkelingen waar je in wil verdiepen? We merken bij ons op school dat leerlingen heel erg veel moeite hebben om complexe teksten te doorgronden. En dat ligt deels aan hun woordenschat, die gewoon te beperkt is. En deels ook aan het feit dat ze moeite hebben om antwoorden goed te formuleren. En we zoeken dus eigenlijk naar manieren om dat te verbeteren bij je leerling, om dat stapsgewijs te verbeteren. Hoe lang ben je al geïnteresseerd in dit onderwerp? Al vanaf mijn 18e, ik ben nu 33. Ik heb altijd bij Defensie gezeten. En, ja. Zwat, wat deed je daar? Ik was daar militair en ik heb bij de infanterie gezeten. Dus jongens die in het veld werken. En ja, voeding speelt ook altijd een grote rol, omdat we altijd veel sporten zijn, veel bewegen. Dus ja, dan is het helemaal belangrijk om de juiste voeding te nuttigen. Die leerlingen die juist wat slechter zijn in taal dan toch bij de les? Ja, we proberen om die leerlingen wat meer, om teksten goed te laten aansluiten bij een belevingswereld. Mm-hmm. Zodat de teksten in ieder geval voor hen interessant zijn. En verder proberen ze echt goed erbij te houden door te differentiëren. Ik weet niet of die term je iets zegt. Kan je iets actueren? Ja, differentiëren houdt in dat je aan sommige leerlingen wat extra uitleg geeft. Mm-hmm. En dat leerlingen die al wat verder zijn, dat die juist met meer uitdagende teksten bijvoorbeeld aan de slag gaan. Ja. Zodat je iedereen op zijn niveau probeert. En elkaar helpen ook nog de leerlingen, of niet? Ja, absoluut. Ja. En heb je het idee dat wij in onze voedingsgebruik veel dingen verkeerd doen? Jazeker. En dat is vooral het vlees eten. Ik ben nu tot de conclusie dat eigenlijk het vlees eten totaal onnodig is. Ik ben ook nu veganistisch. Dus En vooral ook omdat ik vind het onnodig om dieren eigenlijk pijn te doen. Omdat wij alleen gewend zijn om vlees te eten, omdat de cultuur is. Of niet anders gewend zijn.
Een speciale plek in zijn oeuvre zijn de kerst- en oudejaarsverhalen bij Dickens. Te beginnen met de Christmas Carol, het beroemde verhaal over Scrooge, die door geesten, spoken, wordt bezocht en ja, in het Nederlands vertaald een kerstlied. Daarna volgden de Chimes, het carillon, en de krekel bij de haard. Deze serie verhalen is de afgelopen jaren in een nieuwe vertaling van Mark van Dijk en met illustraties van René Hazenbroek verschenen bij uitgeverij Nemissa. Dit is de nieuwste, Krekel bij de haard, over een krekel die betoverd raakt in een huisvee en die een komende huwelijksclash tussen een vrachtwagenchauffeur en zijn vrouw nog net weet te bedwingen. Houd je van fantasy, spoken, betoveringen, mysteries in combinatie met sociaal-maatschappelijke verhalen? Duik eens in de nieuw vertaalde werken van Charles Dickens. 19e eeuws, maar nog altijd springlevend. En het in deze tijd van december heel toepasselijk. Tot zover weer deze vrolijke intieme dans in de wereld van boeken. Tot volgende keer. Breda Nu. Je weet het meteen.